ook ontstaan door natuurlijke oorzaken, zoals bosbranden. Beide vervuilers, de mens en de natuur, lijden onder de gevolgen van deze vorm van vervuiling. De eiken in het Amerikaanse Middenwesten, de esdoorns in het Noordoosten, de trotse Ponderosa den, ze zijn allemaal aangetast. Voedingsstoffen gaan verloren, bladeren of naalden vallen af, nieuwe scheuten zijn vervormd, jonge bladeren vertonen verkleuringen of zijn abnormaal klein. De Amerikaanse National Wildlife Federation heeft bij een hevige regenbui in West Virginia gemeten dat het regenwater de zuurgraad had van accuzuur. Monumenten, gebouwen, alles wordt door zure regen aangetast. In het westen van de Verenigde Staten zijn het voornamelijk stikstofoxide die de zure regen veroorzaken. In het oosten is het zwaveldioxide dat omgezet wordt in verdund zwavelzuur. De toestand van de meren in het noordoosten en andere delen van Amerika wordt nu bestudeerd. Alle levensvormen die in het water voorkomen lopen gevaar. De Amerikaanse Milieudienst doet onderzoek naar 3000 meren. Er worden watermonsters genomen die men snel kan analyseren in mobiele laboratoria. Sommige meren kunnen veranderingen in de zuurgraad aardig goed aan. Andere meren verzuren steeds meer en soms is dat proces onomkeerbaar. Daardoor sterven allerlei planten en dieren uit. Met andere woorden, zure regen leidt niet in elk meer tot dezelfde zuurgraad. Hier komen we een belangrijk principe tegen. Als we de zuurgraad meten, of iets meer of minder zuur is, speelt water altijd een belangrijke rol. Water is by far the most common medium in which acids and bases exist and act. What would happen in a molecular world if we were to take an acid, for instance HCl here, and to put it into water? It would immediately transfer a proton to the water molecule to give a hydronium ion, H3O+. The water is here acting as a base, accepting a proton. On the other hand, if we were to take a base, ammonia, into water, what happens then is that the water gives up a proton to the ammonia, leaving behind a hydroxide ion, OH-. Water in this case is acting as an acid, a proton donor. The very same substance, water, in one case an acid, in the other case a base. And would there be any proton transfer in water by itself in the absence of any added external acid or base? Maar één watermolecuul op de 500 miljoen neemt een proton op. Dat molecuul wordt een hydronium-ion. Het watermolecuul dat het proton afstaat wordt een hydroxide-ion. Scheikundig gezien bestaat er een evenwicht tussen de hydroxide en de hydronium-ionen en de watermoleculen. Evengoed wordt maar 1 op de 500 miljoen watermoleculen een hydronium-ion. Dat komt overeen met 10 tot de min 7e mol hydronium-ion. We've seen that in water itself there is a tiny amount of hydronium ion in solution. What if we were to add to that water an acid, for instance, hydrochloric acid? That acid would transfer its proton to the water like a shot to generate some hydronium ion, and there would be much more of that hydronium ion from the acid than there would be from the water equilibrium itself. And if instead of a strong acid, we were to add a weak acid, say acetic acid, that's what CH3COOH is, that weak acid would also transfer a proton, this one, to the water solution to give hydronium ions, but it would do so much less effectively than the strong acid HCl. The number of hydronium ions in the solution of a weak acid is much less than those in the solution of a strong acid. Both of them are bigger than there would be in the water equilibrium itself. We've seen that in a solution of a strong acid, such as hydrochloric, there are many more hydronium ions in solution than there are in the case of a weak acid.
The actual range of concentrations of hydronium ions that we normally encounter in chemistry is incredibly large, over 14 powers of 10, 14 orders of magnitude. We need an instrument to measure this incredibly large range of hydronium ion concentrations. It's a pH meter. It works on the principle of an electrochemical cell. It consists now of this meter that gives us a number readout and this electrode which measures the concentration of hydronium ion in solution. We willen een handige manier zien te vinden om de zuurgraad van een waterige oplossing aan te duiden. Daarvoor gebruiken we een relatief eenvoudige verhouding. De concentratie hydronium-ionen in water komt overeen met 10 tot de macht min zoveel. Dat zoveel gaan we nu pH noemen. Hier is bijvoorbeeld een serie oplossingen met verschillende zuurgraden. Als de concentratie hydronium-ionen 10 tot de macht min 1 is, zeggen we de pH is 1. Als de concentratie hydronium-ionen 10 tot de macht min 2 is, is de pH 2. Als de concentratie daalt tot 10 tot de macht min 7, is de pH 7. Dit is de pH van zuiver water. pH 7 is de scheidslijn tussen zuren en bazen. De waarde van de pH wordt groter dan 7 als de concentratie hydronium-ionen nog kleiner wordt dan 10 tot de min 7e. Here we have a chart that shows the pH scale. As my laboratory assistant will point out, the pH of bleach is just under 13. pH of milk of magnesia just above 10. Seawater is just below 9. Blood is right at 7.4. And pure water is 7.0. Black coffee about 5. Vinegar just under 3. And then there's stomach fluids. Een pH van 1. Elke maag, ook de normale, bevat zoutzuur. Dr. Paul Meyton weet alles van maagzuur. The stomach produces a small amount of acid all the time. But then that amount of acid may be stimulated by food. Even the sight and smell of appetizing food is enough to make the stomach produce more acid. Wat gebeurt er eigenlijk als we eten? Waterstof en chloride-ionen gaan op weg vanuit het bloedplasma door het slijmvlies van de maag naar de binnenkant van de maag. Daardoor wordt de maaginhoud sterk zuur. Dat is nodig om bepaalde spijsverteringsenzymen te activeren. Als de zuurgraad in de maag te veel stijgt, kunnen zich problemen voordoen. Vaak zijn dan zuurremmende middelen nodig. There are a variety of different compounds that can function as antacids. For example, sodium bicarbonate could be used as an antacid, or magnesium hydroxide, calcium carbonate. There are a variety of compounds. All antacids neutralize acid. And if they're given in sufficient amount, any antacid is as good as another at neutralizing acid. One hears a lot of talk about hyperacidity and too much acid. In fact, there's really very little or no evidence that people with ulcers actually produce more acid than many of the rest of us. Bij de meeste maagklachten die berusten op een teveel aan maagzuur, is de neutraliserende werking van de geteste, vrij verkrijgbare middelen dus goed genoeg. Nog even de hoofdpunten. In het laboratorium kunnen we zuren herkennen aan hun vermogen om de kleur van indicatoren te veranderen. Zo kleuren ze lakmoes bijvoorbeeld rood. Ze reageren met metalen als magnesium en produceren daarbij waterstof. Zuren en bazen reageren met elkaar. Vandaag de dag definiëren we zuren en bazen aan de hand van de overdracht van waterstofionen of protonen. Een zuur staat een proton af aan een baze. Een baze neemt een proton op van een zuur. Water is het belangrijkste medium waarin zuren en bazen protonen overdragen. Het verschil tussen een sterk en een zwak zuur is de concentratie van hydronium-ionen in oplossing. In een waterige oplossing kan die concentratie van hydronium-ionen waarden aannemen die uiteenlopen over 14 machten van 10. Een sterk basische oplossing heeft een pH van 14 en een sterk zure oplossing een pH van bijna 0.
Naarmate de concentratie van hydronium-ionen stijgt, neemt het getal van de pH af. Zuiver water heeft een pH van 7. Dat is de scheidslijn tussen zuren en bazen. Proton transfer is not just the central business in the molecular world of the chemist. It's really big business. Remember that list of the 10 top chemicals, 5 of which were acids and bases? Someone is making them in tens of billions of kilograms. They're not doing it just for fun. Someone else is buying those molecules. And in turn, they are being transformed into all the consumer goods around us. Actually, that transformation bears thinking about. Strong, corrosive acids are being changed into molecules that are neither acid nor corrosive, nor in any danger of regenerating the acid from which they were made. Does that surprise you? It really shouldn't. Molecules are a thing unto themselves, independent of the history of their production. All that matters in giving a molecule its properties are its component atoms and the way they are arranged in space, the way they are connected to each other. Let me give you an example. Nitric acid, HNO3, is a strong acid, but its component elements, hydrogen, nitrogen, and oxygen, are not acid at all. So please don't worry that the bagel that you eat, for instance, which was made from wheat that was grown using a fertilizer, ammonium nitrate, that in turn was made from nitric acid, that bagel will spontaneously revert to nitric acid to burn you. It won't.